Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in uw wekelijkse podcast van Belgian Cycling. En om te beginnen, de straffe prestatie natuurlijk van Remco Evenepoel in de Baloise Belgium Tour. We hebben Carlo Bomans, de bondscoach van de juniores, aan de lijn gehad. En dat is dus zijn mening over de prestatie van het nieuwe fenomeen Remco Evenepoel. Verrast niet echt eigenlijk. Maar anderzijds op de manier waarop dat hij dan zaterdag de rit naar zijn hand zette eigenlijk. Dat was wel indrukwekkend, vond ik eigenlijk. Dus toch zeker voor een jonge gast van 19 jaar. En we mogen dan wel zeggen, het is maar de beker af de ronde van België eigenlijk. Er zijn maar heel weinig toppers aan de start. dat zijn jongens die toch x aantal jaren ouder zijn dan hem. En veel jaar ouder zijn die in hun carrière dit nooit zullen bereiken of nooit zullen bereikt hebben of zo. Dus, ja. Maar hij beseft het door. Hij denkt dat hij goed genoeg weet dat dit maar de ronde van België is. Terwijl ik heel mooie ronde vind. Heel mooi, ook deze editie eigenlijk. Maar ook om jonge renners om zich te tonen eigenlijk. Ja. Er zijn heel veel jongens die de buitenwereld niet kent eigenlijk. En daar kunnen die jongens zich een beetje manifesteren en tonen eigenlijk. En dan kunnen ze wel met bravoure gedaan eigenlijk. Maar hij beseft ook heel goed dat dit niveau niet te vergelijken is met een Dauphiné of Ronde van Romandie of Ronde van Zwitserland, noem maar op eigenlijk. Dat is dan nog een paar stapjes hoger eigenlijk. Maar hij is nog maar 19, dus hij heeft daar nog geen tijd voor. Als we twee jaar verder zijn, dan gaat hem daar ook mee doen. En dan kunnen we pas echt evalueren eigenlijk. En nu, met zo'n prestatie, wat kunnen we nu verwachten? Wat zou nu de logische stap zijn in zijn ontwikkeling? Terug in de anonimiteit verdwijnen even. Wat misschien wel gaat gebeuren, omdat het... En nu komt een Tour eraan en zijn er toch niet zo heel veel wedstrijden eigenlijk. Ik vind dat men gewoon op het elan moet verder gaan. Het is niet omdat hij nu de Ronde van België gewonnen heeft, dat hij zijn programma moet gaan veranderd worden. Totaal niet eigenlijk. Laat hem gewoon nog hetgene doen waar hij al chancejaar mee bezig is. Eén keer in de maand, een rondje van vijf dagen, stages, rusten, terug een klein rondje. Laat hem gewoon op dit eiland doorgaan eigenlijk. Je moet dat allemaal niet gaan veranderen eigenlijk. Dus laat me gewoon het plan of het idee dat men uitgeschreven heeft gewoon verder voorzetten. Dat lijkt me de logische keuze. En ook nog voor een groot gedeelte volgend jaar eigenlijk. Misschien met iets kleins, iets extra's dat er bij. Dat hem zo elk jaar wel een stap kan zetten eigenlijk. Andere Belgen hebben zich getoond. Hè. Verleden week Bjorg Lambrecht bijvoorbeeld. Hij was de beste jongere in de Dauphiné. En Wout van Aert heeft ook mooie dingen laten zien. Hij was de sterkste in de tijdrit. Hij heeft een massaspurt gewonnen. We hebben met een paar crossers gepraat om hun mening te krijgen over de prestaties van Wout van Aert te beschrijven. En dat is hun antwoord. We beginnen met Quinten Hermans en dan Jim Arnouts van de ploeg Telenet Fidea Lions. Klopt. Maar het is gewoon, dat is echt gewoon dat crossen op een nog hoog niveau ligt. Ja, ik denk dat je in de zomer ook een beetje moet presteren als veldrijder om met een goed gevoel de winter in te gaan. En ik denk dat dat belangrijk is. Van Aert zal voor de Frans rijden. Je kent hem goed als concurrent. Wat kan hij daar doen, naar jouw mening? Ja, hetzelfde als een Dauphiné, denk ik. Ja? Ja, tuurlijk. Drie weken is... Hetzelfde deelnemersveld, dus... Ik denk dat hij niet echt veel uitmaakt. Niet veel, nee? Nee, zelden deelnemers. Dus want er zijn toch meer sprinters toch in de Tour, hè? Ja, dat klopt, maar... Allee, ja... Je moet dat vragen aan Wout wat zijn bedoelingen zijn in een Tour, maar... Maar voor dat ben je nu... niet in door zijn prestatie in de Dauphiné? Nee, tuurlijk niet. Nee? Als je 2 jaar geleden Tony Martin al klopt in de Ronde van België... Ja, dat weet je al. En je gaat dan met een World Tour ploeg rijden waar de begeleiding nog beter is, dan is dat geen verrassing. Het is niet zo dat iedereen met een vingerknip nu... in een Dauphiné of in Amstel of weet ik waar mee gaat doen. Dat is nog wel iets anders, maar de gemiddelde crosser is ook wel een deftige, meer dan deftige wegkeraar. Ja, maar
Ja, sowieso. En persoonlijk? Ja. Als je Van Aert ziet, ja, dat is alleen voor mij persoonlijk is dat nog wel 7 niveaus hoger. Dat is niet het ding, maar ik kan mijn plan wel trekken op de weg, maar dat niveau dat is voor mij buiten bereik. En nu gaan wij voort met de dames. De dames, ze waren actief in de Diamond Tour, de 6e manche in de Lotto Cycling Cup. En Anne-Sophie Duyck, de 5-voudige Belgisch kampioen tegen de klok, was aan de start. En we hebben een beetje met haar gepraat om te zien hoe het met haar ging 10 dagen voor het BK tijdrijden in Middelkerk. Anne-Sophie, we weten niet echt hoe het met jou gaat eigenlijk in 2019. Ik zal daar eerlijk op antwoorden. Ik weet dat zelf ook niet. Het is denk ik voor iedereen duidelijk dat ik nog geen te best voorjaar heb gekend. Ik hoop dat het nu de betere richting mag uitgaan, maar zelf weet ik ook eigenlijk niet waar ik sta. Ah, voilà. Er komt een belangrijk moment, het BK tijdrijden, uw specialiteit. Kan een 6e titel dit jaar of te hoog gegrepen met de vorm die er nu is? Dat weet ik niet precies. Het zal sowieso niet makkelijk worden. Ik denk dat er heel wat medekandidaten zijn. Eigenlijk denk ik dat er een aantal echt topfavorieten dit jaar zijn opgestaan. Het wordt zeker niet makkelijk. Of het mogelijk wordt, ja, dat zien we dan aan de meet zelf. Heb je al het parcours in Middelkerk al verkend? Ik heb het parcours gezien, omdat het op kaart is bekend geraakt. Het is een parcours die heel erg van de weersomstandigheden gaat afhangen. En volgens mij, aangezien we aan de kust zitten, dus de wind gaat daar een heel grote rol spelen. Wat was uw eerste indruk? Een vlak parcours met misschien wind of niet? Iets voor jou? Of, Maar ik denk voor alle tijdrijders een zeer geschikt parcours. Het gaat echt over power. Als je die dag goede benen hebt en veel vermogen kan leveren, dan maak je daar een goede kans. Wie zijn de grootste concurrenten? Je hebt gezegd, ja, er zijn een paar favorieten, maar wie zijn ze? Dat zijn een heel aantal namen eigenlijk. Ik denk direct aan Lotte Kopecky, maar ook Sophie de Vuist. Jolien had ook gezegd dat ze ging meedoen, dus dat is ook altijd een sterke kandidaat. Julie van de Velde, Britt Knaven, zeker en vast ook. En dan zijn er ongetwijfeld nog een aantal die ik vergeet. Er gaan zeker een paar hele, hele sterke namen aan de start daar staan. Hoe zit het momenteel met uw carrière? Want vorig jaar de resultaten waren niet super. Het was een beetje gevaarlijk voor uw contract, hè, als sporter bij Sport Vlaanderen. Hoe zit het nu precies nu? Ik heb het geluk gehad dat Sport Vlaanderen het vertrouwen in mij heeft behouden, ook na een minder geslaagd seizoen dan zoals vorig jaar. En dan probeer ik dat dit jaar recht te zetten of mij dubbel en dik zo te bewijzen. Hè. Dus ik hoop dat ik toch wel een betere seizoenshelft ken. En na het BK tijdrijden in Middelkerk is er ook dus de BK op de weg in Gent. En het zal heel moeilijk worden voor Annelies Dom om haar titel te verdedigen. En ze beseft dat ook. We gaan naar haar luisteren. Hoe voel je nu? We zitten op 2 weken van het BK, de laatste dag in deze mooie truien. Ga je hem missen? Ja, sowieso. Ik heb daar een echte band mee geschept en het gaat toch pijn doen dat ik hem moet afgeven. Ja. Misschien aan een ploegmaat die in vorm is? Dat zou wel eens goed kunnen. Ja, en persoonlijk, hoe voel je nu? Misschien kan een tweede trui op rij ook, hè? Maar evident wordt het niet. Hè. Nee, ja, dan moet ik al heel veel geluk hebben in de wedstrijd om zonder Lotte en zonder Jolien eigenlijk naar de mee te kunnen gaan. En ik denk dat die kans heel klein is op parcours dat we voorschoteld krijgen, om überhaupt al met een kleine groep eigenlijk naar de mee te kunnen gaan. Dus ik denk dat ik kan alleen maar hopen op hagel en storm. Dat is het voor Annelies Dom en daarmee is onze podcast gedaan. Wij komen zeker terug volgende week met een nieuwe podcast. En we gaan de prestaties van de Belgen in de Giro analyseren. En we hebben goed nieuws, want Victor Verschave heeft de 2e plaats in de eerste bergrit in de Giro genomen. Dus afspraken volgende week. Tot zo!